Hoogleraar wetenschapscommunicatie Jaap Willem schreef het boek Late Liefde. Hij beschrijft hoe het is om op latere leeftijd verliefd te worden en een nieuwe relatie aan te gaan. Auteur Thomas Verbocht sprak met hem tijdens een wandeling. Ja, Willems, je schreef het boek Late Liefde met als ondertitel Opnieuw verliefd na je 50ste. En je opent je boek met een motto van John Armstrong uit zijn boek De Filosofie van de Liefde. Liefde is het verlangen eenzaamheid te doorbreken. Is dat motto jou uit het hart gegrepen? Niet helemaal, het is meer een ontdekking. Toen ik een maand of 10 weduwnaar was, werd ik op een gegeven moment spontaan benaderd door vrouwen die ik niet kende, die met mij wilden gaan varen, die met mij naar New York wilden. En ik was nogal onthutst daarover. Ik vraag ze, waarom doe je dit? En toen zeiden ze, ik wil niet alleen oud worden. Ik weet dat u weduwnaar bent. Ik ben weduwe en ik zoek iemand voor een duurzamere relatie voor de rest van mijn leven. Toen ben ik gaan lezen daarover, kwam ik dit tegen. Ik denk, nou, daar gaat het over. Dat is de essentie kennelijk voor die vrouwen. Ze willen de rest van hun leven een goede relatie met een man om leuk oud te worden. Het verbaasde me wat, toen ik in je boek las, inderdaad, je was er nauwelijks weduwnaar. Of je werd bij wijze van spreken bestormd al door alleenstaande vrouwen. Hoe wisten ze jou te vinden? Ook dat ben ik uit gaan zoeken. Op de universiteit waar ik werk was één vrouw die wist dat ik weduwnaar was, ja? En die ook een relatie zocht. Dat wilde ik niet. Ik wilde überhaupt die fase nog niet met iemand anders in zee. Toen bleek uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek, het Centraal Cultureel Planbureau, dat vrouwen, dat mannen die alleen zijn, die gaan in hun werk. Vrouwen die alleen zijn, zoeken contact met vriendinnen. Ah, ja. En hebben gemiddeld 3 tot 4 solo-vriendinnen, die ook weer 3 tot 4 solo-vriendinnen hebben, die elkaar regelmatig zien. Op die manier ontstaat een soort netwerk waarin je kennelijk wordt doorgegeven. Ja. Als je met één niks wilt, en dat wilde ik niet, dan word je namelijk een ander doorgegeven die dan nog een keer probeert. Het gaat om de eenzaamheid te doorbreken, hebben we het over, maar het is er ook een kwestie van gek op iemand zijn. Ja. Nou, ik was dus helemaal, toen ik die vrouw tegenkwam, flabbergasten, wie is dit, wat is dit voor een prachtige vrouw, waarom kom ik haar tegen? Van haar kant klikt het ook, dus je bent beide zo happy, zo gelukkig met deze unieke kans, dat je bereid bent ook wat dingen toe te geven en soepel te zijn. Ja. Maar het is een bizarre ervaring om als 55 plus weer zo verliefd te zijn. Dat past bij 30, dat past bij 35. Maar als je 55 bent, vader van kinderen, hoogleraar, dat soort meer, dan ga je toch niet meer, dan laat je toch niet meer je hormonen je zo door de war brengen. Ja, toch wel. Dat gebeurt. Maar op deze leeftijd, en er komt een partner in wie je gelooft, en je gelooft in jullie relatie, dan is het bijna niet uitgesloten dat je met deze partner de rest van je leven door gaat brengen. En dat kan, de rest van je leven kan nog best 30 jaar, 35 jaar, misschien wel 40 jaar duren. Ja. Terwijl het ook in die periode heel goed mogelijk is dat een van jullie twee gebrekkig wordt. Ja. Of bijvoorbeeld dementeert, ik noem maar wat. Zijn dat zaken waarmee je rekening houdt? Ja, op twee niveaus. Je krijgt haast. Je hebt geen zin, nog tijd meer om nog 5 jaar verloofd te zijn, lang te gaan experimenteren. Na een jaar vind je, latten zijn we aan toe, laten we maar de stap zetten. En nou, je gaat dan samen verder. En toen kwam op een gegeven moment een heel mooi moment op. Mijn paard tegen mij zei, we zijn nu zo ver, als jij in een rolstoel terechtkomt, zal ik jou rijden. Ja. Dus al rekening houden van, dit kan gebeuren. Als jou iets overkomt, dan zal ik jou verzorgen als je ziek bent. Ja. Dat was voor haar toch het ultieme moment van, ja, wij horen bij elkaar. Ja. Als het niet goed gaat, dan zorgen we voor elkaar. Dat vond ik een ontroerend moment. Ja. Toen ze dat zei. Is het ook die veiligheid die je dan ineens voelt?